Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 10 voor 7 vanochtend zien we dat een flink deel van het land nog wel opklaringen heeft. Daarin is het ook behoorlijk afgekoeld. Aan de grond kan het licht vriezen en er is ook wat kans op gladheid. In de loop van de ochtend komt er geleidelijk steeds meer bewolking, verder vallen verspreid een paar buien. In de middag raakt het overwegend bewolkt en dan zal vanuit het noorden uit ook het wat vaker gaan regenen. Middagtemperatuur ligt tussen de 3 en 7 graden. En de westelijke wind is matig, aan zee soms krachtig. En vanavond wordt die aan zee zelfs hard of misschien zelfs op de Wadden even stormachtig. Windkracht 5 tot 7. Zoals gezegd, vrij veel bewolking dan en ook perioden met regen. Morgen trekken talrijke buien over het land. In het binnenland kunnen ze een winters karakter hebben met soms wat natte sneeuw. Voor de rest wordt het 5 tot 8 graden. En er waren stevige wind uit het noordwesten, alleen die later op de dag wat af. Donderdag is het overwegend droog, geregeld zon, middagtemperatuur een stapje terug vergeleken met vandaag en morgen. Het wordt een graad of 4. Vrijdag maximumtemperatuur net wat boven het vriespunt. En aan het einde van de avond en in de nacht naar zaterdag kans op winterse neerslag. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.